Ben jij klaar voor de allerbeste Carpenfilms van het jaar 2022? Nou, kijk deze 2-uur-durende Carpenmarathon dan zeker af, want we hebben 25 topvideo's van de KWO community voor jullie op een rij gezet. Telkens hebben we de 4-5 tofste minuten eruit geknipt. En willen jullie de hele video's zien? Check dan de KWO community. Maak een accountje aan. En laten we meteen beginnen. We gaan kijken naar Marco Nap, Robin Bulters en onze Belgische vriend Messi. Heel veel kijkplezier. Ja jongens, hoe wil je het hebben? James die komt bijna terug in de strijd. Onze hengel loopt af, we lopen weer uit. En direct daarna gaat de hengel van deze jongen. En we hebben allebei een dikke schub erin liggen, daar gaat hij. Ja! Oh maat, deze is fucking dik! Holy shit, wat! Deze is fucking dik! Messi! Yes! Ah, ongelooflijk! Wat een dag jongens, wat een sessie, heerlijk! We gaan naar de kant. Oh! Ja jongens, wat weet je van absolute topfinales, Nederland-België, spannender dan het WK. Messi komt dichtbij, wij vangen deze fantastische dertiger. Nog voor die op de kant is, gaat de hengel van Messi er vandoor. Ongelooflijk. Ja, Nappie, laat ons er echt van genieten, maat. Zoiets gaan we waarschijnlijk niet meer veel meemaken en zeker op zulke grote wateren. Fantastisch, Messi. Ik weet dat jij een beetje boos bent. Jij wilde gelijk die hengel weer terugvaren, dus we gaan een fotootje ervan maken en kijken wat er nog meer komt. Maar onze sessie kan niet meer stuk. Nee. Heerlijk, heerlijk. Ik denk dat dat meerval gaat zijn, maat. Denk het. Oh, wat een karper, maat. Wat een bak. Wat een bak. Pretty boys, maar deze is echt ongelooflijk. Wat een bak is dit deze, niet normaal gewoon. En deze was morgen als afsluiter van de sessie. Wat een rug dat daarop staat. Deze is sowieso, ik denk toch wel een 15. Unreal. Lewis. Unbelievable. How hyped are you to take our... Mate, it's been real good experiencing this for you boys. Watching an absolute unit come out of the water. Yeah, just can't wait to get back in here. Get in here. Get back in here. We ain't never been here before. I feel like I've been here for months already. This has been so good. It's such... I'm absolutely buzzing about getting in this water. I cannot fucking wait. Insane. It's going to be so good. I don't even care. It's just mega scenic. What the fuck? Echt heel blij mee, echt heel blij mee. Deze is gewoon de kers op de taart voor mij. Zo. Zo. 28-1. My personal PB on public
Is it? Yes! And my first PB on public was also on the same lake. Fucking hell, man. Who are you? Unbelievable. De grens van het Wier bleek voor de vissen een ware hotspot. Zorgvuldig positioneerde ik de rigs dan ook op de rand naar het schone gedeelte. Ik zie vissen alweer vissen, tenminste één dezelfde vis die zwemt weer rond, dus echt bang zijn ze. Ik geef hier nog even de tijd. Ik heb de eigenaar net geappt, ik hoop dat we zo het huis in kunnen. Maar gevoelsmatig zou het nog mooi zijn als we hier één visje kunnen vangen. Toen ik even op en neer liep naar de auto, ging de beetmelder weer af. De vis boorde zich door het wier en ik moest zo snel met de boot achteraan. Nou ja, rustig blijven. Komt goed. Ik ben wel wat gewend ondertussen. Zo. Zo, morgen. Yes, zwem er maar in. Fantastisch. Hier ben ik blij mee. Hengeltjes uitgezwommen. Binnen no time lopen ze allebei af. Dat de andere hengel was ook afgelopen terwijl ik deze aan het drillen was. Vis schoot helaas los, ik heb hem niet gezien. Maar goed, dit is hier een super mooie vis. Sowieso een dikke dertiger. Hij zat ver in het wier. Maar goed, als je gewoon rustig blijft, heen kan gaan met de boot, is er niks aan de hand. Hij kwam omhoog. Rustig aan jongen, dit is echt een wilde vis. Maar wel echt super mooi. Yes, yes, yes. Heerlijk. Terwijl de vangst weer terug de diepte inzwom, kreeg ik bericht van de eigenaar van het huis. Hij was klaar met de voorbereidingen en ik kon zijn kant op komen. Is dit MTV Cribs waardig of niet, hè? Hoe fantastisch is dit? Gewoon aan het water. Dus speciaal gedaan, zodat we de onderwatercamera neer kunnen zetten. Dat we hopelijk gewoon stroom hebben. Moeten we even checken. Maar dat komt wel goed. Ik heb dus vorige keer dat ik op dit water was, heb ik vrienden gemaakt met de eigenaar van dit huis. En hij vond het allemaal prachtig, et cetera. Dus de afspraak stond al snel dat ik een keer vanuit hier zou mogen vissen. Oh, ik heb het warm mee. Ik zweet me echt kapot. Ik heb alles wel hierheen getild. Alles ligt hier achter mij. Ik ga nu even alles opbouwen. Ik ga eerst even de boten vol laten lopen, kunnen die gewoon lekker het water in. In de grote boot kunnen ook gewoon wat spullen permanent liggen. Dan wordt het de uitdaging om de onderwatercamera neer te zetten. Er staat best wel wat wier voor de deur, dus we gaan even kijken of we een plek gaan maken of dat hem echt helemaal in de kant zetten. Ik heb al vis zien zwemmen in ieder geval. En dan gaan we er even flink voor voeren om de vis te laten wennen aan de camera. Maar goed, voordat we daar zijn, gaan we eerst eens even de handje uit de mouw steken. Ik hoef in ieder geval niet te twijfelen of de vis hier onder de kant komen. Want hier zijn er twee. De onderwaterjungle voor het huis zag er ideaal uit voor de onderwatercamera. Ik positioneerde de camera onder de steiger, zodat ik hem ook goed kon camoufleren. Een soort van moment van de waarheid. De camera staat, hij is aangesloten en nu zouden we verbinding moeten kunnen maken. Dat gaan we even proberen. We zitten erin, dus dat werkt allemaal super. We kunnen de camera gewoon aan laten staan en hij filmt dus automatisch als er beweging in beeld komt. Dus ik hoef geen eens record of zo te drukken, dat is ideaal. Het enige wat ontbreekt is voer. Dat gaan we even erop gooien. Op zo'n gave plek blijft mijn vissersbloed stromen. De attractieve pellets doen goed hun werk voor de camera en binnen een paar uur verschijnen de eerste vissen in beeld. Buiten de voerplek zwom ik twee hengels uit op kleine plekjes tussen het wier. Het zou toch vet zijn om zo het huis even goed in te luiden. Thank you.
Mission accomplished. En het laatste licht trapte deze schip het avontuur van deze nieuwe stack af. Het perfecte einde van de dag. Maar toch nog niet helemaal. Eerst koffie. Oh ja. Ja. Nou, dan doe ik het wel. Ja, dames en heren, goedemorgen. Oh, er geen camera's, hoor ik op de achtergrond. Zo. Mijn kapsel is inderdaad dat van een aangeklopt. Oh, je hebt wel suiker bij. Gelukkig. Ian was in paniek. Nee, hè. Eerst koffie, dan pas de dag beginnen. Maar goed, wat een heerlijke eerste nacht op het gebied van vis. Maar niet op het gebied van vogels, hè. Want wat zit er achter ons? Ik weet niet. Vogels op speed of zo, denk ik. Tja, het is één grote... lijkt wel een filière. Een natuurlijke filière. Dus ik denk dat we pas om 2:30 sliepen ongeveer voor het eerst. En om 4:30 kwam er een tweede vis. Het was de linkerhengel van Ian. Die liep af. Korte drill eigenlijk maar. Het was een heel mooi spiegeltje. 12,5 kilo. Die zit in de sling. Want onze Ian die houdt gewoon van foto's in het daglicht. Ik ga toch proberen hem deze week te leren hoe je nachtfoto's maakt. Dus die vis gaan we er even bij pakken na het bakje koffie. En dan is het alles mobiliseren en er vandoor stekken zoeken, stekken aanvoeren. En dan naar de stek waar we gisteren gevoerd hebben. Let's go. Ja, dit is lekker. Oeh, Ian wil meteen niet meer verkassen. Dan... ja, ik ben net te laat om de run te filmen, hè? Wel? Ja, net te laat. Ja, het hangt al goed vast. Alsof... wat is dit, joh? Nee. Kijk, dat eens even gaan. Stop. Heel snel dat net! Voor mij is het een grote vis, als ik zo het gekrijs hoor van onze maat. Is hij groot? Holy shit! Ah! Ja, ja. Kom, ik heb hier, Of je andere lijn? Voor mij, wan patat. Dat is 24 kilo. Jezus. Maar erin. Hij zit erin. Yes, makker. Wow, die zit wel een spiegel. Oh, kijk die schubben erop. Ziet die schubben erop. Oh, maat, wat een spiegel. Ziet die rug. Zo, die zat even helemaal door die plant heen, hè? Oh, even. Oh. Ja, makker. Oh, beestig. Echt. Oh. Ja. Oh joh. 20,5. Oké, Tils. Ja. Allereerst gefeliciteerd. Ja, yeah, thanks. Ik pak even een andere lens voor mijn camera. Ja. Jij moet even deze hengel als de brand weer opnieuw ingooien. Ja. En dan gaan we daarna deze waanzinnige kanaalspiegel op de foto zetten. En ik besefte net dat is. Dus jouw primeur is op Franse kanalen. Ja. In de eerste 12 uur 3 vissen. Ja. Gossie Mickey, dat is echt wel weer lekker. Leuk. Oké, okay, ja. Let's go. Even snel actie. Oh. Ah, allee jong. Hé jong, nieuw witte. Jongen, daar vang ik niks meer. Dit is de geur van succes. Nee, dat is niet de geur van succes. Jawel. Dat is de geur dat succes van een lijf doet druipen. Ga weg mee overal, dat is niet parfum. Ik dacht dat je gestopt was met roken, maar... Nee, ik heb mijn tand moeten bijsteken. Dat is een stressnacht en al die vogels op speed hier. Holy shit. Dat is precies dat we in een volière beland. My god. Dat is echt te moeite. Hey, gooi die engel in. Ja, maar het echt... ja, ik kan het doen.
Oké, Tiels, met de trein op de achtergrond. Ja. Wat een absolute parel van een kanaalbeuker. Prachtige vis. Vol. Laat op de morgen. Voordat we na die andere vis op de foto hadden gezet. En deze mooie, prachtige veertiger is het resultaat. Ja. Ik ga even uit hem leggen. Want aan de andere kant is nog veel mooier. En dan gaan we het hem snel terugzetten. Ja. Ja, en dan ga ik daarna een stekker zoeken. Ja, voilà. Tjoh, alsjeblieft. Jongen. Wat een vis. Snel terug? Ja. Wij zijn in ieder geval een missie. De missie is aardig geslaagd al. Ja. Maar hey, we zijn nog niet klaar, hè? Nee, we zijn nog niet klaar. We zijn maar eens begonnen. Zo, lekker pizza's gehaald geweest. Zo, zo goed. Ja, het smaakt heerlijk. Michiel Pilar, je krijgt een groet van de pizzabakker. Hij kende je nog. Zoveel indruk heb jij blijkbaar gemaakt 2 jaar geleden op. Ja, laat hij geen moeite mee om goede indruk achter te laten. Nee. Ja. Dus ja, we gaan even lekker eten. Even lekker chillen op je kacheltje, want het is een stuk kouder dan de andere dagen. Ja. En ja, lekker op tijd slapen maar weer, denk ik. Lekker op tijd slapen, goede rust pakken en dan morgen gaan we weer vol gas aan de bak om vis te harken. Maar ja goed, ook best wel kans dat we hier vannacht vis gaan vangen. Ja, zeker. Nee, ja, goed. We gaan lekker op tijd liggen. Slapen, we zien jullie morgen. Jo, later. Comatueuze toestanden. Nou, kijk die manen schijnen. En René is lekker aan het drillen, jongens. Goedemorgen. Ik ben benieuwd wat er aan hangt. Hoppa! Binnen. En is het wat? Ja, het is wel mooi weer man. Ja, lekker! Hey, jongens, 11 uur 's avonds. De hengel loopt af. Het was onze bonushengel. Die hebben we uitgevaren naar het plekje waar we vanmiddag de laatste vis vingen. Dus blijkbaar ligt er toch nog meer vis. Andere hengels doen nog niks. Maar ja joh, we mogen niet klagen. Wat je wilt. Water. Nou, dit is natuurlijk schitterende vis, mooi dikke vis, maar we willen ze natuurlijk nog groter. Ons doel is eigenlijk nog een 25 kilo vis. En we hebben eigenlijk nog 1,5 nacht te gaan, dus gauw die hengel er weer in en ja, hopelijk komt er nog een dikkere langs. Het verkassen, dat doet het er maar, René. Ja, laat het open. Schiet een beetje op, joh. Het duurt allemaal lang, man. Ja, hè? Ja, inderdaad. Engels moet erin. Ja, Engels moet erin. Let's go.
Nou, goedemorgen. We zijn even verkast naar Schek waar we van de week begonnen zijn. We daar best wel wat actie hadden overdag. Ja, we varen de hengels uit en zo'n kwartier, 20 minuten loopt die af. Wel de hengel waar ik het eigenlijk op verwachtte, de linker hengel weer. Ja, is niet de grootste, maar ja, mooi begin van de dag. Ja, het zonnetje ziet er misschien warm uit, maar het is echt ijskoud met die wind. Het heeft vannacht echt tegen het vriespunt gezeten. Maar als het zonnetje even doorkomt, zal het vast opwarmen. We gaan deze terugzetten en dan zo nog even met de drone vliegen, kijken of we wat vissen nog ergens kunnen vinden. En dan gaan we straks nog wel beslissen wat we gaan doen. Of we hier blijven of dat we naar een andere sec gaan. Dus zeker weten. Gaan we terugzetten. Oké. Okay. Ja, dames en heren, dit is wel echt enorm lekker. Gewoon net na de lunch loopt hij af. Een mooie spiegel. En het is dus een van de 45 à 50 bewoners van dit water. En ik moet even zorgen dat ik mijn net niet weghaal. En het is nog best wel mooi ook. Eén, twee, drie. Yes! Woehoe! Holy shit, jongens. Ja, er zit echt een fucking grote, mooie Belgische bak in het net. En ik vlieg nu met de drone boven mijn stek. En ik zie nog 1, 2, 3. Drie karpers, drie vissen gewoon op de open vlakte doen. Dus wat ik eerst ga doen, is mijn hengel terug. Want dit is een buitenkans, die mag je niet missen. Trouwens, het eerste wat ik ga doen, is een paar scheppen voer erop. Zo, ik heb het t-shirtje maar even uitgetrokken, want het is warm, niet te filmen. En wat een moment gewoon, jongens. Heerlijk midden op de dag. Een snowmannetje met een geel pop-upje. Die zat er eigenlijk nog aan van Oostenrijk. Dus tenminste, ik had nog een richtsgeknoopt in Oostenrijk. Ze doen het ook gewoon in België, dus dat is mooi nieuws, snowmannetje. En wat ik nu ga doen, ik heb net onze vriend Wessel gebeld. Die is in België vlakbij aan het filmen, dus die komt eventjes naar hier. Hij was niet heel erg blij dat hij dus zijn filmsessie af moest breken. Maar ja, er zijn belangrijkere dingen in het leven. Dus hengeltjes liggen weer spoton. Ik heb op allebei de andere hengels ook weer wat voer gegooid. De meeuwen zijn wel echt helemaal para. Daar moet ik wel. Dat is iets waar we mee moeten leven. Dus even boterhammetje eten. En dan, ja, ik ga er niet vanuit dat hij al afloopt voordat Wessel er is. Maar één vis vangen op een 24 uur sessie is hier al echt heel goed. Maar een tweede zou wel een hele lekkere zijn, hè? Ja, daar is hij, hoor. De man die we nog kennen van de vorige Belgische bakken. Deel nummer 1. En dit wordt deel nummer 2 alweer al. Nou ja, seizoen nummer 2. Seizoen nummer 2, ja. Zo. Ik ga aan het lopen, joh. Ik ga even op mijn tenen staan. Hé, maar wat je zei, 100 meter. Ja, dat. Ja, 100 meter verder dan de vorige keer. Ja, kilometer verder ongeveer. Ja, het is wel een stukje lopen vanaf de auto. Maar ja, zie je, als je dan er bent, kom maar eens even hier, Wessel. Ja, laat zien, laat zien. Ziet het er even mooi uit hier, hè? Wat een helder water, het is echt fucking bizar dit, joh. Ja, wij zijn hier al eerder geweest samen. Klopt. Wat gingen we toen doen? Ja, gingen we onder water filmen. Hoe de lijnen onder water gingen. Ja, wat ik echt lijp vond, was hoe goed je toen gevlochten lijn zag in vergelijking met nylon. Ja, dat was echt bizar vergelijken met nylon, inderdaad. Dat heb ik nog meegenomen in die visserij met Niels en mij, eigenlijk. Ah, leuk. Dat is wel leuk, hoor.
Onze Wessel heeft ook een weger meegenomen, dus we gaan hem eens eventjes even op de weegschaal leggen. En in ieder geval, het is een fantastische visdag. De eerste dag in Belgische Bakken. En ja, ik ga ook weer zo er vandoor. Je kan het niet voorstellen, maar ik ga zo naar het Albertkanaal. Wat dacht je daarvan? Ja, leuk. Ja, tijdens de drill. En toen ik me dit net had, dacht ik, ja, dit zou wel eens een 20 kilo vis kunnen zijn. Maar dat komt vooral omdat hij zo mega breed is. Maar wat een fantastische donkere Belgische spiegel. Mijn eerste vis van deze nieuwe campagne. Ja, ik had echt niet beter kunnen starten. En heel eerlijk had ik dus wel gedacht dat er, nadat ik deze vis had gevangen, dat hij nog in het net zat, dat er nog wel een tweede vis uit zou komen. Maar goed, onze rots in de branding Wessel is hier om dit allemaal mooi vast te leggen. En dan is het ook weer tijd om de plannen weer te gaan wijzigen. Ik ga zo meteen met de voerboot ga ik het aanvoeren met de drone erboven, zodat ik het goed kan zien dat ik echt op de open plekken voer. Maar deze vis, die pakken ze me niet meer af. Fantastisch mooie vis. En ik denk eigenlijk dat ik hem al een keer eerder heb gevangen. Zoals ik al zei, ik vis hier vanaf 2005 en het is een heel oud bestand. En ik denk dat ik deze vis al een keer heb gevangen op een kilo of 13. Dus dat zou het wel echt speciaal maken. Dat ga ik even terugzoeken. Maar ja, het is een soort halve rijachtige vis. En ook een typische vis van dit soort water. Super helder, veel wier. Dan krijg je dit soort donkere vissen. Prachtig. Zeg meneer Krabbel. Krabbel? Krabbel. Ja, fuck off man. Kort aangevallen door al die moskiethoors. Zo, het is echt één grote hel met ja, moskieten. Niet normaal. Je zou er je waadpak voor aanhouden, maar dan bezwijk je aan het zweet. Dus het is een beetje kiezen tussen een en goed, maat. We gaan ons oogjes toeten, want hoog. Maar het is wel een fel licht op mijn grote façade. Dat geloof ik wel, maar de vraag is een beetje, want jij hebt je hengels goed ingelegd, ik heb mijn hengels goed ingelegd, daar kom ik zo even op terug trouwens. Mm-hmm. Maar hoeveel procent vertrouwen heb jij? Ik heb wel, laten we een eerlijk percentage geven jongens. Mm-hmm. Ik zeg 84%. Zo. Dus op zich niet verkeerd, hè? Ik kan het zeggen, dat... Ja, de vis is actief, maat. Kijk, hey. Ik denk oprecht dat we wel een paar vis kunnen vangen. Hoor je hem? De plons, dat wil zeggen. Je bent een engel, dankjewel. Morgen komen we weer eens terug, jongens, op de tactieken. Exact. Nu gaan we lekker onze oogjes sluiten. Slaap lekker, jongens. Tot morgen. Zo, brother. Ja. What's happening? www.ikhebeenrun.nl. Zo, lekker. Die ging echt als een sneltrend ervandoor, dat is niet normaal. En, hoe lang lag je al te slapen dan? Min 1 minuut. We waren net aan het praten over, ha, zullen we lekker gaan slapen? We hebben maar letterlijk liefst 6 uur om te slapen. En nou ging deze dus als een trein ervan door. Ja, dit is gewoon lekker, jongens. Het is gewoon op een waaltje aankomen, het water niet eens kennen, voer erin donderen. En bratatatata, heerlijk. Genieten. Lap. Niet. Bijna. Ja hoor. Hey, yes! Deze is dankzij Niels, 100%. Hey. Dit is echt een vette vis. Omdat hier ook weer het nodige een mooi verhaal achter zit. Aan voorgegaan is. Dus. Dan gaan we even eten, jongens. Oh, dit is toch lekker, hè? Oh, geniet om. De eerste spiegel van het nieuwe water waar we zijn geland. Ja, niet groot, maar wat een vechtersbaasje, zeg, niet normaal. En je merkt ook wel dat als we wat in het diepe schieten tijdens de drill, dus dat maakt het extra mooi. Gaat gauw terug. Ja, ga terug, maat. Op de volgende. Is dat hem? Yes, echt!
heel groot terugkomt met je kadaver. Hele goede morgen, deze prachtige kapsel morgen. En ja, je verwacht dat ik wat leuks ga zeggen over hoe de nacht gaat lopen of hoe de nacht dus is verlopen. Maar Niels, die kreeg net een run. En ik zie hem daar schreeuwen op het water van blijdschap. En ik denk oprecht dat hij dus nu even doelen misschien heeft behaald. Het zou dus echt heel ziek zijn dat we in de tweede nacht het gewoon geflikt hebben. Dat zou toch een tijdje ziek zijn. Ja? 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 Dit is zo vet. Oh my god. Oh, dit is goed jongens. Dit is echt heel mooi. Er komt hij aan. Onze legende. Russell. Ja? Wat zeg je van de volle maan? Volle maan is? Big Fish Moon. Dat was natuurlijk volle maan afgelopen nacht. Dikke schups. Dikke schups? Heb je een dikke schup? Ja. Was het echt? Zo. Dit is goed jongen, lekker pik. Yes. Niels, als je mag gokken, doe een schatting. Ik hoop 22. Vrees er een beetje voor, jongen. Je vrees er ervoor? Hangt los. Wacht even Niels, ik ga even kijken voor je. Voor de kijkers alvast. Ja, hier het is Niels. Ja, dit is hem! Yes! Dit is hem, Niels! Fuck! Ah, alle moeite man! Fuck! Maat. Jij hebt hem, jongen. Ah. Lekker jongen, gefeliciteerd pik. Dat is je gegund. Ja. Jullie hebben misschien al zien voorbij komen, maar dit is mijn onderkomen deze week. En nu ook echt een onderkomen, want we hebben de tarp erboven gespannen. We verwachten vannacht wat onstuimelig weer, zoals ze dat mooi noemen. Met wat onweer en regen. Dus vandaar, nou lig ik ook lekker droog. Die dag daarna wordt het wel super mooi weer. Volgens mij stond er op de planning ergens 26, 27 graden. Kan best wel goed zijn voor onze visserij. We liggen nu ook wel lekker scherp te vissen. Dus ik denk dat we wel een visje of twee kunnen verwachten vannacht, toch? Zeker hoor ik hier zo. Dus dat gaan we doen. We zien jullie morgenochtend, denk ik, of vannacht dus met een vis. Eindelijk, in ieder geval. Het is nog vroeg in de ochtend. Maar goed, ik had hem al iets eerder in de nacht verwacht. Maar blijkbaar is het meer een ochtendwater. Gisteren vingen die vis dus ook in de ochtend. Het is nog niet de Big Mama waar we op hopen. Maar het begint er al iets meer op te lijken. In ieder geval qua bouw. En qua rug. Het is een brede vis. Die bij het eerste ochtendlicht kwam. En het is pas 6:15. Het zonnetje breekt door op de achtergrond. We laten hem er niet van doorgaan. Kijk, kunnen jullie gelijk de andere kant zien. Gaan hem direct terugzetten. Hengeltje ligt alweer.
En dan gaan we er een mooie dag van maken. Elke keer een paar kilootjes erbij. En dan komen we er wel vandaag. Zeker weten. Hij heeft er zin in. Power genoeg. Op naar de volgende. Zo helder dat ik zie gewoon alle drie de pop-up zie ik liggen en er is een vis aan het, er is een vis aan het azen. Ja, dus, heb je geen onderwaterkamer meer nodig? Nee. Rechts hengels. Ja, right first. Daar gaat het wel bij. Oké. Nu gaat hij. Oeh, hij raakte die. Ja. Ja, hij heeft hem. Ja! Ja! Yes! Yes! We hebben hem naar de zakkes! Al zeker! Ja, lekker! Oh, je ziet het gewoon gebeuren! Oh, shit! Wow! Oeh! Alles! Yes, my friend! Ossie, het is jouw beurt. Kom! Ja, hoe vet was dit, hè? Ja, dit... Oh, ik sta op die brug en ik zie natuurlijk al die drie die lijnen zie ik liggen. Ja, want je... En hij gaat er al een paar keer overheen, jongen. En je ziet, hij gaat met die bek er naartoe en dan weet je al gewoon... Dit kan kassa zijn. Ja, en dan zie je zo dat korfvisie hier gaan, jongen. En dan weet je, bang! Ja, dan zie je zo die stroming ingaan, jongen. Ja, want er staat hier echt een major stroming hier onderdoor die brug. Maar het is insane hoe die er vandoor spreekt. Ja, het is echt te gek. En dan in die stroming. Ja, hij is al best wel dichtbij hoor. Dus ik weet niet hoe sterk die vis is. Ja, mag. Yes! Thank you, man. Thanks. Yes. Oh, wow. Ja, dit is geweldig. Hoe vroeg waren we uit bed? Ja, 2 uur. Je doet het voor, hè? Hoe laat is het nu? 10 voor 1. Zo, nou, 11 uur op pad voor een vis ervan. Ja. Maar dat is wel even live. Ja, Michiel, dachten wij toch niet dat het ging lukken toen hij 2 kilo mais over die reling heen kapte? Nou, hij ging ervoor, hè? Ja, hij ging er. Ja, op een gegeven moment was hij een beetje aan het cirkelen boven die pop-up. En toen kwamen er nog een paar bij en toen dacht hij, ja, nu ga ik ervoor. Ja, dan zie je toch dat die voedselnijd nodig is ja. Of zo. En hoe gaaf. Ik stond boven op de brug. Ik zag het gebeuren. En je hoopt het en dan zie je, dit is wel echt eventjes next level keep searching. Want ja, vanmorgen ook heel vroeg uit bed. Ja, eigenlijk zijn we nu 10-11 uur later en dan echt de eerste vis. Je eerste kan deze vis, je eerste vis buiten Europa. Ja, fantastisch jong, heerlijk. Nou, we gaan hem terugzetten en dan gaan we nog eentje vangen die we dan wel misschien gewoon weg moeten gaan. Ja. Want dan hebben we nog genoeg te ontdekken. Ja, we moeten weer verder, want je hebt hier verderop ook een brug. Misschien liggen daar nog veel meer. Ja jongens, het is najaar. Ja, dat is toch wel een van de mooiste periodes van het jaar. Het is wel een periode waar ik altijd eigenlijk denk van joh, wat ga ik doen? Welk water ga ik bevissen? Wat komt er nou bij kijken? En waar moet ik rekening mee houden? En dat is wat ik in deze video ga vertellen. Tja jongens, het is najaar. Ja, en waar ga je dan vissen? Nou, als ik eigenlijk naar mijn eigen visserij kijk... Ja, dan kies ik eigenlijk altijd de wateren uit waar ik een langere periode door kan vissen. En dat zijn meestal de diepere wateren in het najaar, omdat zeker als je daar iets opbouwt, dan kun je daar gewoon veel langer vis blijven vangen. Kijk, een ondieper water, daar heeft zeg maar de kou veel sneller vat op. Er zal veel sneller iets veranderen, zeker wat watertemperatuur aangaat. En ja, dat werkt dan zeker in je nadeel. Dat kan dan op een gegeven moment helemaal stilvallen.
Daarentegen heeft een ondiep water ook een voordeel. Op het moment dat die temperatuur in de winter maar iets omhoog gaat, heeft dat meteen invloed op de vissen. En dat is in dieper water, ja, natuurlijk in vele mindere mate. Nou, ondanks dat het al najaar is, zit ik hier nog lekker in mijn t-shirtje in de zon. Het is vandaag 20 september. Ik weet eigenlijk geen eens of het officieel najaar is. Maar goed, het najaar komt eraan. Ja, het weer heeft gewoon een hele grote invloed op je visserij. En zeker de watertemperatuur, de windrichting en de luchtdruk zijn dingen om in de gaten te houden. Kijk, luchtdruk heb je niet altijd helemaal in de hand. Omdat je vaak zegt, joh, ik ga vrijdag vissen met mijn maatje. En dan moet je het gewoon doen met die omstandigheden. Met name op grote wateren is het heel erg belangrijk om de wind te volgen. Want wat je daar 9 van de 10 keer ziet, is dat de vissen zich aan de oeverzijde bevinden waar de wind op staat. En ja, dat is dus iets wat je ook altijd in je achterhoofd moet houden. Daarnaast heb je natuurlijk de watertemperatuur. Daar ga ik straks nog wat meer over vertellen als we het over aas en over voeren gaan hebben. Maar de wind, de luchtdruk en de watertemperatuur, dat zijn essentiële zaken. Kijk, en uiteindelijk is de locatie, en het is met name als je later in het najaar komt, heel erg van belang. Want het komt toch een moment dat die vissen minder gaan bewegen. En dat zijn ook weer zaken waar je rekening mee kan houden. Nou, mijn najaarsvisserij die staat hoofdzakelijk in het teken van vissen op voerplekken. Kijk, het is toch een manier om in een heel kort tijdsbestek je vissen te kunnen vangen. Ja, en dat is iets wat ik gewoon graag doe. En zeker omdat ik ervan hou mobiel te vissen, dus meerdere stekjes af te vissen. Kijk, en als je op een groot water vist, werkt dat ook heel erg in je voordeel. En kom je er sneller achter welke stekken gewoon beter lopen. Nou, wat aas betreft, kies ik eigenlijk in het najaar altijd voor een combinatie van zeg maar een grillvismeel en een zoete boilie. En die zoete boilie, dat is dan een boilie die beter verteerbaar is. En de reden dat ik dat doe, dat is op het moment dat die watertemperatuur veel verder naar beneden gaat, dus eigenlijk onder die 10 graden komt, dan pas ik op een gegeven moment mijn percentage van wat ik voer, pas ik aan. Dus laat ik het zo zeggen, aan het begin van het najaar begin ik bijvoorbeeld met 70% grill vismeel en 30% zoete, goed verteerbare boilie. En naarmate die watertemperatuur zakt, gaat die grill vismeel die gaat naar beneden. En die beter verteerbare boilie, die zoete boilie, die schroef ik omhoog. Waarbij ik uiteindelijk misschien op 80 zoet kom en 20 vis of grill. En ja, op die manier zorg je er ook voor dat het aas wat je brengt, dat steeds continu goed verteerbaar blijft voor de vissen. En wat je later in die periode dat je voert zal zien, is ja, dat je op die manier toch meer vis blijft vangen. Kijk, en dat is iets wat gewoon natuurlijk kwesties van uitproberen en tijd in investeren. Door het mengen van je boilies bereik je meer vissen. Want de ene vis heeft natuurlijk voorkeur voor zoet. En de andere vis heeft de voorkeur voor grill of vis. Maar je kan tevens door zeg maar op een slimme manier te voeren, daar ja, je voordeel mee doen. Zodat je die vissen makkelijk op dat voer houdt. En ja, iets wat beter verteert. Dus wat voor een vis prettiger is om te eten. Ja, daar zal die ook sneller van blijven eten. Het zonnetje is hier achter mij net ondergegaan. Het water wordt weer helemaal vlak. De roofvis is in hand. Ja, het is echt fantastisch om hier te zijn. Het idee is om morgenochtend weer naar huis te rijden. Het is een heel stuk rijden, dus wellicht dat we nog één tussenstopje maken. Maar dat zien we morgen wel. Ik ga eerst wel even genieten hier van het heerlijke water. Het is echt prachtig. Ik vind het super bruut. Na die vis van vanmiddag geen actie meer geweest. Maar goed, ik ben sowieso al een tevreden mens. En laten we gewoon nog hopen op één afscheidsvisje, als dat niet te veel gevraagd is. Ik ga even genieten van het uitzicht en ik zie jullie hopelijk vannacht. Zo, goedemorgen. Oh, zoals jullie gisteravond gezien hadden, ging ik slapen zonder tent. Maar het ging even opeens helemaal los vannacht, hè? Zo, eerst onweer. En ik denk, nou, het gaat hier achter voorbij, maar dat was dus niet zo. Ik kwam even met bakken uit de hemel. Maar goed, gelukkig zijn mijn meeste spullen wel een soort van waterdicht. En even als de brandweer die tent opgezet. Maar goed, daarna lekker geslapen. Geen piep gehad. Dus ja, er zit echt niet meer in. Dus we gaan lekker opruimen, hengeltjes binnendraaien. Bootje volladen.
Nou, even een kilometertje die kant op varen. En dan zit het erop op dit mooie water, jongens. Helaas, ik had nog een visje gehoopt. Maar goed. Ik ben alsnog wel blij met de vissen die ik heb gevangen. Meer zat er echt niet in. Ik weet in ieder geval zelf dat ik er alles uit gehaald heb. Nou, dat ik kilometers wegtrappen. En wat ik zei, misschien nog even onderweg ergens een dagje pakken. En zo namen we afscheid van het machtige Salagou. Dit wordt vervolgd. Yo, jongens en meisjes wellicht. Ik kom natuurlijk uit het zuiden vandaan, de vorige keer. En ik had onderweg één nachtje nog gevist, ergens in Midden-Frankrijk. Ik had niet heel veel hoop, dus ik had de camera niet meegenomen. Uiteindelijk zocht dus één visje, dus in ieder geval een blank saver. En ik ben onderweg verder naar Nederland. En ik denk, ah, in dit gebied heb ik ook nog wel iets waar ik ooit een keer waar mijn interesse door gewekt was. Dus ik ga eens even op verkenning uit. Het was toch nog vroeg. Dus ik op verkenning uit, een beetje kijken. Het is een soort kanalencomplex met van alles en nog wat eraan vast. En ik gooi de drone lucht in en ik zie me toch een vis zwemmen. Sowieso de grootste vis die ik deze trip tot nu toe heb zien zwemmen. Dus ja, dan gaat mijn karperbloed koken natuurlijk. Dus ik heb Danielle geïnformeerd dat ik toch nog een nachtje langer weg blijf. Ik moet een poging wagen, anders zou ik mezelf nooit vergeven. Het is alleen echt een mega operatie om in de buurt van de vissen te komen. Ik moet eerst mijn spullen uit de auto halen, dan een stuk over het fietspad lopen. Dan er is een kanaal, dat moet ik oversteken met de boot. Dan moet ik alles over de dijk heen zeulen en dan moet ik weer in het water en verder varen. Dus ja, een mooie challenge. Maar goed, die gaan we natuurlijk niet uit de weg. Dus ik ga nu als de brandweer mijn spullen pakken. Ik ga extreem fine-tunen. Ik wil echt maar een 1,60 meter bootje meenemen. Daar moet allemaal zooi in passen. Dus we gaan lekker op commando-tour. Makkelijk. Waar een wil is, is een weg. Het is niet mega stabiel, dus ik zou het zeker niet aanraden om even duur daarmee over te steken. Het is vrij gammel. Maar goed, voor zo'n kort nachtje gaat het op zich. En ik heb denk ik ook meer spullen mee als de gemiddelde karpervis. Want ik heb alleen nog een hele koffer met camera gear, noem maar op. Maar goed, we varen. Het is denk ik een paar honderd meter varen. En de spullen de boot in krijgen waarschijnlijk het makkelijke gedeelte. Want daarna moeten we ze weer de hoge oever op krijgen. Dus dat wordt ook wel weer een mooie uitdaging. Het zweet staat op mijn hoofd. Het is weer lekker 30 graden. Maar we klagen niet, jongens. Heerlijk. Lift the search. Kijk, het mooie is dat ik hier ergens erin moet. En ik heb net een soort plekje gemaakt. Maar ja, dat vind ik natuurlijk met geen mogelijkheid nu meer terug. En dan moeten we hier een soort dijkje op. En dan hierachter, zeg maar, kunnen we vissen. Ah, daar heb ik een plekje gemaakt. Ik zie hem al top. Even kijken, kunnen we hier wel makkelijker staan. Ah. Oké, dan gaan we alle spullen hier naar boven doen. Top. Zeg maar, die boot wordt nog de grootste grap om hier doorheen te krijgen. Was het voor jou wel eens lastig om het onderscheid te maken tussen mensen van... Hey Arjen, hoe is het? Gaat het goed met je? Heb je een stack op Rainbow voor me die op die manier vriendelijk zijn? En gewoon echte vrienden. Yes, KWO'ers, welkom bij het tweede deel van het XXL-interview met Arjen Uitbeijersen. Nou, in het eerste deel wat jullie een aantal weken geleden zagen, hebben we het natuurlijk gehad over zijn jeugd, over zijn avonturen op Lac du Der en zijn eerste stapjes in de commerciële karpenwereld. Nou, in dit tweede gedeelte gaan we het onder andere hebben over zijn grote rise binnen de scene met Spiegel Magazine. We gaan het hebben over zijn eerste stap op Rainbow, de vele grote vissen die hij ving. Het is nog steeds ijskoud, we zitten in Boekarest. Gisteravond hebben we overigens wel even lekker een hapje en een drankje kunnen doen in een van de waanzinnige mooie disco's van deze gigantische stad. Dus ik zou zeggen, jongens, we gaan er weer tegenaan. Arjen staat in de verte al klaar, dus we gaan er weer een mooi tweede deel van maken. Let's go! Oké, Arts, nou daar staan we weer. Gisteren toch maar weer overleefd. En dan zie je dan dat Boekarest toch wel een mooie stad is, hè? Absoluut, niks aan de hand. Het was super gezellig. En genoeg te zien.
overal netjes vanaf gebleven, dus dat is ook weer mooi. Ja. Nou, in dit tweede gedeelte wil ik het onder andere hebben over je eerste stappen dus in het commerciële wereldje. Mm-hmm. En een stukje sponsoring wat er destijds ook aankleefde. En ik wil eigenlijk beginnen met de stelling, als je van je hobby je werk maakt, dan sterft je hobby. Nee, dat denk ik niet. Ik denk wel dat het er heel erg aan ligt wat voor soort functie je in dit geval in de hengelsport bekleedt, zeg maar. Mm-hmm. Want toen ik bij Carp's Cabin, zeg maar, als jeugdige visser werkte. Yeah. En in de vakanties bijvoorbeeld 6 dagen in de week in de winkel stond. En zaterdagavond ging vissen en het ging dan weer over karpen vissen. Ja, dan wordt het weer simpel. Ja, dan ging ik liever, zeg maar, op stap. Maar ja, met spiegel deed ik natuurlijk veel op de laptop. En kwam ik op bepaalde mensen wel face-to-face met bedrijven en mensen in aanraking. Ja. Maar ook veel laptop en telefoon. Ja, oké. Maar voordat je spiegel ging doen, was je natuurlijk al gesponsord. Ritsford, Nash heb je gehad. Top. Voor heel veel jonge vissers thuis denk ik dat gesponsord worden toch wel een soort van droom is. Maar voor mij, ik vond het vroeger ook heel interessant. En jij denk ik ook wel. Maar hoe kijk je daar nu op terug? Als oude, volwassen, wijze man. Leuk om te zeggen. Het is sowieso heel erg veranderd. De tijd natuurlijk. Qua sponsoring, hoe het gaat en hoe het zeg maar in zijn werk staat. Er zijn ook veel meer bedrijven nu als toen natuurlijk. Maar ja, het is absoluut niet heel erg verheerlijkend om gesponsord te worden. Nee, het is niet zaligmakend, hè? Nee. Mensen denken van, joh, Pilar, jij werd vroeger door Nes gesponsord. En dat was ook leuk, hè? Maar ik vond het eigenlijk het leukste nog dat je in een team met meerdere andere vissers kon sparren en dan informatie delen. Als je leuke mensen hebt, is dat absoluut het geval. En het is natuurlijk fijn om spullen te krijgen. En later kreeg ik ook een stukje vergoeding als sponsoring. Ja, want hoeveel mensen denken misschien ook van, Arjen, je zal vast 1000 euro per maand hebben gekregen van al die merken. Maar het is vaak gewoon een beetje gratis boilies. Je kan een tentje uitzoeken. En als je heel erg goed je best doet, kun je een paar 100 euro per maand krijgen. Klopt. Later werd dat wel wat meer toen ik wat ouder werd. Maar een standaard consultancy is absoluut niet zaligmakend, zeg maar. Ja. Nou, ik heb je moeder gesproken natuurlijk. En zij zei, Arjen, zelfs klein jochie al, ik ga later mijn geld verdienen in de hengelsport. Ja, dat was wel het doel, ja. Was dat altijd je doel geweest? Ja, als ik had natuurlijk ook, weet je, als jonge jongen, je zegt ook wel eens bijvoorbeeld, ik wil profvoetballer worden. Ja, nou, dat is ook vrij uitgesloten dat gaat gebeuren. Zeker met mijn been, nou, ja. Ja, want je hebt je been gebroken vorig jaar, ja, ook tijdens het vissen. Ja, ik gleed uit over de sneeuw, klopt. Ja, dat is dus het nadeel, als je in de winter is het hier koud, in de zomer is het hier hartstikke warm. Topsport, hè, hengelsport. Irrewedië. Nou, wat later in je jeugd ben je begonnen als bijbaantje bij Carp's Cabin. Dat was een soort Carp speciaalzaak bij jullie in de buurt? Ja, destijds was in Benthuizen. Was echt een regionaal grote zaak. Mm-hmm. Ook wel met uitstraling naar de grote steden toe. En ze verdeelden toen ook veel grote merken en zo. Was wel een hele leuke tijd, ook wel veel geleerd. Ja, en wat zijn dan de dingen, heb je ook vooral geleerd van ja, ik wil niet heel mijn leven zo dit soort werk doen? Nee, dat absoluut. Maar ik heb wel een ontzettende grote productkennis daarop gedaan. Ah, en dat heeft je later, want je hebt natuurlijk uiteindelijk ben je bij Solar Product Developer ben je geweest. Ja. Dat helpt je natuurlijk ook mee, gewoon dat je zoveel kennis hebt opgebouwd. Absoluut, en ook veel vissen. En ook, ik ben niet super technisch of zo, maar ik kan wel goed communiceren via mail en schrijven en dingen in Excel neerzetten. En je hebt ook wel door je visserij bepaalde mensen om je heen die dan nog technischer zijn, die ook wel soms met ideeën aankomen. Ja, dat heb je gewoon nodig, zeg maar. Ja, ja. Ik denk dat, wat ik in deel 1 al zei, een van jouw krachten is je sociale netwerk. Ja. Dat heeft natuurlijk ook geholpen bij het groter maken van Spiegel Magazine. Daar komen we zo meteen op terug. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat je tegen vissers zou zeggen die hun geld zouden willen verdienen in de hengelsport. Denk er goed over na hoe je het wil doen. Of je het zeg maar semi-professioneel wil doen, bijvoorbeeld part-time of fulltime. Want er zijn niet zoveel fulltime functies. Nee. Zeker bijvoorbeeld als cameraman. Er zijn niet zoveel merken die een cameraman aannemen. En als er eentje zit, ja, je gaat er ook geen 10 aannemen. Nee. En daarbij nog hogere functies en andere functies zijn natuurlijk schaars. Je zou er ook voor kunnen kiezen om gewoon buiten de hengelsport te werken. En dat je echt een hobby te en houden. En echt als hobby te houden, zeg maar. Dus dat is als je wil. Maar goed, tuurlijk zijn er mogelijkheden, mocht je dat willen. Het doel is vandaag om gewoon nog 1 grote vis te vangen. Dat zou mooi zijn. Oké, ik ga mijn hengeltjes inzeilen. Ik ga ze echt ver gooien. En ik wil dat ik niet in de knoop gooi. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb een wat langere onderlijn geknoopt. Gisteren natuurlijk toch een aantal vissen gelost. En Willem heeft vrij korte onderlijntjes. Dus wat ik nu gedaan heb is een onderlijn van, ja, ik denk zo 6, 27 centimeter. Een wat zwaarder haakaasje in totaal. Dus een 20 mm boilie met een 15 mm pop-up. Een centimetertje tussen het aas en de haak. En zo'n helikoptersysteem, ja, dat gooi je sowieso bijna niet in de knoop. Wat ook wel een ding is om te vertellen. Hoe meer putty of gewichtjes je op je onderlijn doet, hoe sneller je het ook weer in de knoop gooit, omdat het weer een extra schakeltje eigenlijk is. Dus ik heb maar een klein beetje putty gedaan. Deze ga ik sweepen naar, ik denk, 110 meter.
Oké, nou wat dus wel mooi is, ik had de twee hengels, de 13 voet hengels, die ik speciaal mee heb genomen om ver te kunnen gooien. Dat is mede om de concurrentie te slim af te zijn. Er zitten dus 8 mensen met korte hengels. En sinds dat ik er ben hebben die niks gevangen en nu loopt deze hengel gewoon af. Die is echt op 110, 115 meter licht. Vis komt als een logge zak cement komt hij naar de kant toe. Totaal wat anders dan die schubkarpen van Willem van gisteren. Dus ja, het kan of een klein visje zijn of een spiegel die zwaar is. En ik hoop gewoon dat het laatste is. Hij is. Hij is. Exact. 20 kilo. Hou eens op, joh. Ja, 100%. Ben je? Ja, zeker weten. Oké, Rick. Nou, dit is een hele mooie welkome opsteker. Een vis van, ja, is hij 20 kilo of zo'n 19,9 houden? Want daar hebben we nog een mooier doel. Ja, 19,9. 19,9, dat is wat we hem gaan geven. In ieder geval, ja, fantastisch. Gewoon buiten werpafstand van de concurrentie. En op een snowmannetje verder niks speciaals. We gaan hem terugzetten. Rick heeft al gevoerd zojuist. En dan gaan we op naar de volgende. En de volgende is voor jou. En dan moet gewoon een 40er zijn. Exact. Zo, die release was een stuk sneller dan verwacht. Hij had toch nog wat energie gevonden. Ik ga lust ook wel wat energie. We gaan even wat eten halen. Maar eerst gaat hengel terug. Yes jongens, na mijn 40er, of misschien beter gezegd 19,9, 20 kilo, hij zat op het randje. Is er eigenlijk niet zoveel meer gebeurd, behalve dat de buurman net even een dikke vis eruit naaide. Oh, 28 kilo. 28 kilo, echt een van de grootste vissen van het water. De boys dachten, nou, weet je wat, we zetten hem op de foto op een plek waar het zo goed als donker is, helemaal in de schaduw. Dus ik weet niet of de beelden hartstikke goed zijn, maar die zullen er nu ongetwijfeld overheen gaan. Een van de drie gasten die dus rechts van ons zit, is nu links van ons gaan zitten. Loopt er ook flink te stikken, dus dat is wel een beetje vervelend. Wat wij gaan doen is nu alle vier de hengels opnieuw in positie brengen. En ook weer verspreid wat bijvoeren. En dan moeten we gewoon nog eventjes die 20 kilo vis voor Rick erbij. Hè? Maar dat komt goed. Ja jongens, ik kan toch wel zeggen dat we last hebben van stekpezers, hè? Ja, we vangen gewoon niks. Het mooie is, we hebben Mike. Mike is een vriend van Rick. En wat we gaan doen, onze stekkerpezende Oostenrijker, die zit dus bij de andere Oostenrijkers op de stek hiernaast. Dus Mike gaat even kaart aan zijn pieper trekken. En dan gaan we eens even kijken hoe die reageert. Hey! Ik wist het! Ik wist het! Ja, het is gewist! Het is eigenlijk niet dat een vis speciaal of groot hoeft te zijn, wil ik extra blij worden ofzo. Ja, je kunt niet zeggen van ik ga het op deze manier aanpakken en ik ga het even doen op het haringvlies. Dus het is meer van. Ja, het haringvliet leeft jou, zeg maar, en die bepaalt uiteindelijk wat er gaat gebeuren. Gaan! Yes! Maar als het niet wil, dan moet je echt tegen veel werken. Ook veel mensen die zeggen van ik vis tegenwoordig alleen maar in het buitenland. En denk ja, heb je dit dan nog nooit meegemaakt ofzo? Ja, beste KWO'ers, welkom weer bij een nieuwe video op de KWO Community. En dit keer is het al een hele speciale, moet ik zeggen. Namelijk de Big Lake Challenge. Een challenge waar ik samen met een andere karpervisser het grote water ga tackelen. En jullie gaan meenemen in deze prachtige ruige omgeving en visserij. En over grote water gesproken, op het moment sta ik aan het Haringvliet. Een oude zeearm van maar liefst meer dan 8
duizend hectare aan puur watergeweld, stevige stormen, legioenen aan brasems en wier tot aan de horizon. En dat deze visserij niet voor iedereen is weggelegd, mogen wel duidelijk zijn. Maar goed, je hebt altijd uitzonderingen op de regel. En deze uitzondering die heet Peter Beddervoets. Nou, Peter is in zijn woorden een belevingsvisser. Hij houdt van alles wat de natuur tegen hem aangooit. Of het nou stormen zijn, vrieskou is, wat dan ook. Het maakt hem allemaal niet uit. Maar goed, in deze video ga ik jullie meerdere keren meenemen op verschillende sessies met Peter. Op het enorme, prachtige, grote waterstelsels. Nou, de allereerste sessie die wij samen hebben gevist en gefilmd is alweer een tijdje terug. Namelijk het najaar van 2021. Ja, en hoe dit verliep, dat ga je nu zien in de eerste sessie van de Big Lake Challenge. Veel kijkplezier. Oh, er sprong er net nog eentje voor de deuren, jongen. Ja? Ja. Ik dacht al, bleef je met die camera, jongen. Ja. Hij ging knijterhard, jongen, die vis. Bizar, hè? Ja, dit was echt weer zonder waarschuwing. Gewoon in één keer. Fully gas. Full gas. Lekker, man. Ik wil hem natuurlijk boven die stenen weg hebben. Snap ik. Jij lekker dit, Peet? Ja, maar hij is nog niet binnen. Nee, oké, okay, maar goed. Hey, een run is al een begin. Dat klopt, maar een beetje laat begin. Want dat wel, ja. Het is wat later op de nacht, dus dat is niet helemaal hoe het hoort te zijn. En een schutje met een mega oog hebben we gevangen. Een mega oog? Ja, er zit echt een mega oog in. Deze krassen, die vind ik zo vet aan die vissen op het Haringvliet. En hoe komt dat dan? Ja, het wordt door de stenen, door de mossels. Bizar, ja. Mijn maat heeft een vis gevangen. En die had zijn borstvinnen aan de bovenkant zitten, boven zijn kiel. Echt? Ja, klopt. En deze vis, die is ook heel bijzonder. Die heeft namelijk hier zo, heeft die twee borstvinnen zitten, zie je dat? Oh, kijk dat joh. Maar kijk even dat oog. Dat oog is ook heel bijzonder. Ja, maar wat is dat aan de hand? Ik durf hem ook niet aan te gaan raken. Snap ik. Volgens mij zit er ook geen pupil meer in. Nee. Ja, bizar. Wel een heel bizar visje inderdaad, met echt een dikke staartwortel. Maar het meest bizarre aan deze vis is gewoon, kijk, je hebt wel eens mutaties jongens, maar deze vis heeft dus echt gewoon een oog. Ja, dat pijlt zeg maar uit als een of andere knikker. En dat is echt heel nasty. Ja, gewoon een biljartbal eigenlijk. Ja, echt inderdaad een biljartbal. Nou, zullen we Tim maar gauw terugzetten dan? We gaan hem terugzetten inderdaad. Yeah. Ja, hoe voel je je eigenlijk nou? Ja, euforisch. Het gaat nooit vervelen. Ik spreek ook veel mensen die zeggen van, ja, ik vis tegenwoordig alleen maar in het buitenland. En ik denk, ja, heb je dit dan nog nooit meegemaakt ofzo? Want wat je hier allemaal ziet, jongen, gewoon zeehonden, bevers, alles. Ja, lekker maar man. Maakt vissen ook gewoon heel erg uniek, vindt. Soms wordt er ook nog eens een zeebaars gevangen aan deze kant. Mm-hmm. En ja, het is gewoon een fantastische visserij hier op Karp. Het is wat anders dan parkwater, zeg maar. Ja, dat is nog een heel groot verschil inderdaad. Het staat nou onderaan de stretchers dus. Ja, dat is bizar. Yeah, boy! Zo! Maar dit is even weer een slag groter. Ja, dit is echt fantastisch. Kijk eens. Kijk, lekker tenderpontje. Wat hebben we? Zo! Zo! Die rug, jongen! Ja, dit is mooi, hè? Nou, Peter, dit is wel echt een bizarre start. Ja, klopt. Wat gaat door je heen nu? Ja, euforie. Dat is altijd. Het is echt fantastisch dit. Zulke mooie vissen mogen vangen. Prachtig man. Echt insane. Oh, godverdomme zeg. Maak dat mee. Oh, dat is een goede vis volgens mij. Ja, denk je grote vis? Ja, zeker. Oké, even de sla eraf. Ja, zit er eraf. Ja, prei eraf. Ja. Oké, okay, rustig hè, rustig.
Oeh, ja. Kom! Oh, hij is fucking groot, fucking groot. Oh, grote oh, spiegel. Maar. Hij is een topper waarschijnlijk. Hey, Niels, na alle miserie zou het dan toch goed komen. Mijn hengels liggen. Oh man, dat is. Bangelijk, hè? Dat is een dikke, zeg. Dat is echt een dikke vis, maat. Ik heb hem gezien. Het is echt een hele grote spiegel. Hoog. Hoog en een hele dikke buik eronder. Ja. Sowieso een vrouwtje. Een vrouwtje die nog niet is afgebuit. We hadden net dus dat zwarte schupje als een mannetje. Ja. Nou, dit is echt een unit. Oh, oh. Godverdomme, heb jij dat ook gezien? Hey, het schoot precies los, maat. Hey, maar dat is een zware tik van dat onder die rug. Hier, weer al. Hey, dat is een goeie, zo'n manneke. Dat is een goeie, zo. Maar de geest, de gigantische karper. Het is een grand poisson. Oula. Wow, shit. Wow, maat. Wat een patat. Oh, shit, maker. Pilimans! Het was een fucking tank van de schub. Come on! Gaat erin? Hé! Yes, boy! Oh ja! Oh ja! Oh, kijk die vorm, man! Wow! Ja, kerel! Dat is gewoon een fucking shit, man! Oh, dat is een crime! Yeah! Dat is zoveel tegenslag vandaag! Oh, kijk dat bolletje! Lourdes, schijnt erin. Allee, doe het erin. Doe. Allee, hoe noemt dat? Vul hem erin. Kijk, maat. Oh, deze is de fucking shit, man. Echt. Oh, jongen. Oh. Ja, even. Ik moet even. Amai. Oh. Ga zitten. Oh. Deze is manenwekker, man. Voelt mijn hart gaan. Echt. Oh, ja. Oeh, ja. Oh. Ja. Oké, Tiels. Zou dit dan het schoolvoorbeeld zijn van aanvoeren en afromen? Ja, 4 dagen voorgevoerd. Lang genoeg dus. En dan is het eigenlijk heel voorspelbaar. Of je vangt meteen een van de betere vissen. Of er volgt eerst een kleintje en een klein gulzigaartje en gaat daarna een hoofdprijs te pakken. Tjonge, wat een vis, hè. Prachtig beest. Ja, wat eigenlijk ook wel mooi is, ik had 60 kilo bollies bij. Ja, jij maar 30. 30, ik heb ongeveer een 23 kilo verbruikt, 22 kilo bollies. Ja, en dat op 6 dagen inclusief voorvoeren. Ja, en 10 vissen gevangen. Of 11 nu, hè? 11 vissen gevangen. En ik toch al 2. Ja, en Philly Master al 2. We gaan hem een limited geven. Precies, dat is een goed idee. Ja. Oké, maat, we gaan deze terugzetten. Ja, dat is goed. Cool. Ja, ik ben trots op je. Merci, en ik ben heel dankbaar voor alles van deze week. Maar we zijn nog niet weg, hè? Voor alle super zorgen en voor de sympathie en de vriendschap. Ik heb mij geen seconde gestoord aan u. Nee. Soms wel eens aan de camera, maar voor de rest... Helemaal top. Oh. Yes, daar gaan ze. De eerste rigs gaan in het water. Luc plaatst 2 rigjes tegelijk. En ik ben echt heel benieuwd wat we gaan zien. Ja, Underfishing Boys. Het gaat niet goed, hè? Nou, er zitten in ieder geval wel vis in de sector, ja. Maar ze lijken niet zo geïnteresseerd, hè? En daardoor gaan we denk ik onze plannen... Ja, want we hadden natuurlijk thuis het idee van, nou, we gaan 2 hengels naast elkaar vissen, dan gaan we kijken welke pop-up er eerst wordt opgenomen, wat is de voorkeur, alleen er wordt niks opgenomen, dus dat schiet niet op. Nou ja, kijk, weet je, als we puur even naar de feiten kijken, we zijn net ook, wat zal het zijn, 2 uurtjes echt effectief aan het vissen. Maar goed, je ziet inderdaad wel dat er veel vis aanwezig is, maar ja, dat ze geen interesse tonen. Ja, wat zou je normaal doen als je dus een run wil forceren?
Nou ja, normaal gesproken zou ik heel snel veel fijner gaan vissen. Maar omdat we nu... Fijner zeg maar, aas. Tijdens, ja, kleiner aas, fijner aas. Wat gewoon veel meer attractie afgeeft. Maar goed, we willen nu natuurlijk ook in beeld brengen. Wat gebeurt er nou als je boilies gaat voeren? Hoe reageert de vis erop? En wat gebeurt er nou als je kleinere boilies gaat voeren? En wat gebeurt er nou als je vervolgens particles erbij gaat voeren? Ja, dus wanneer die, wordt die vis... Ja, voedseltrap eigenlijk. Echt, ja, ja, inderdaad. Eigenlijk de voedseltrap. Wanneer wordt die vis nou geactiveerd? Kijk, en... Natuurlijk weten we dingen omdat we natuurlijk allemaal ervaren vissers zijn. Maar ja, het is natuurlijk het mooiste als je dat in de praktijk onder water kan laten zien. Dus ja, Luc en ik, we hebben net al even met z'n allen gebrainstormd. En in ieder geval zeg maar de tweede camera toch gaan plaatsen op een wat ondieper plaatje. Waar we ook beter beeld hebben en de vis gewoon kunnen aanzien komen zwemmen. Dan gaan we de linkerhengel eruit halen en die voor de tweede camera halen. Ja, en dan precies andersom de rechterhengel, want die camera komt rechts ervan. Ah, rechts nog ervan, ja, zo. Dus dat is makkelijker. Dieper, meer in de kant. Ja, en dan gaan we daar gewoon beginnen met boilies en kijken wat er gebeurt. En wellicht ook wat fijner, zodat we morgen nog een aantal andere stappen kunnen nemen, zeg maar, om even op de zaken vooruit te lopen. Ja, dan is het gewoon de vraag, wanneer... Komt de eerste aanbeet? Ja, komt de eerste aanbeet. Ja, en het ding is, we kunnen dus tot een uur of 9 waarschijnlijk onder water filmen. Gaan we vannacht doorvissen op die plekken? Ik denk het niet, hè? Nee, zeker niet. Nee, dus dan halen we die hengels eruit. Maar goed, dat is voor later. We gaan wel een aantal hengels uitvaren op de stekken op het wijd. Zodat we in ieder geval vannacht hopelijk een visje kunnen prikken. Zeker. Maar eerst te water, dan hebben we het over jou. Is goed uitbesteed, hè? Ja, mooi. Dit dus Luc, ga jij maar het water in. En dan zien we jullie zo meteen als alles weer op scherp ligt. Nou, zoals we daarnet besproken hebben, gaan we wisselen. We gaan één Ronnie rig halen we eruit. Die gaan we wisselen voor een soepele onderlijn. Met een zinkende boilie. 15 mm heb ik de kantjes vanaf gesneden. En we gaan bijvoeren wat 8 mm, wat 12 mm en wat 15 mm. Nou, dan gaan we kijken wat er gebeuren. Die jongens hierachter die maken net de tweede camera klaar. Die gaat er zo in. En dan gaan we dus voor elke camera één rig vissen. Nou, dat is ver. Vertel eens even, wat gebeurde er? Goh, moet ik het nu vertellen? Ja. Dan kun je gelijk die foto erbij laten zien. Oké, ik zat eigenlijk daar bij de brug en een van mijn maten vroeg, James, wil jij een bakje bier gaan halen? Ik zeg, ja, met veel plezier, maar eerst ga ik een peukje roken en ik ga mijn stick op de deur bekijken. Dus ik zat daar op de brug aan het kijken en ik zeg echt een bak van een spiegel onder de takken doorkomen en ik zeg hem zo naar mijn stick gaan. Maar echt, ik zat helemaal te trillen. Hè. En ik zie die vis gewoon recht naar mijn stek gaan. Die blijft zeker 5-6 keer een cirkeltje doen. En dan zwemt hij weg. Dan dacht ik, fuck, nu is het gedaan. Hè. En hoe dat ik me recht zet, zie ik een billenplaat naar boven komen. En plots gaat die hengel af. Dus ik spuurt hem over de brug. Hup, richting de hengel. Wat een bak, dat krijg je er niet mee. Dat was echt geen... Een van mijn mooiste... Laat de foto's even zien. Laat de foto's even zien. Echt, wat een bak gewoon. Ja, wat een vis. Maar wat zie ik nou nog meer? Lijk jij nou je eigen foto's? Ja, Hij vindt het zo mooi, deze influencer. Ja. Gewoon een likeje bij zijn eigen foto. Ja. Ik denk dat ik dat ook maar ga doen. Ja, toch weer eentje erbij, hè? Ja, lekker. Ja, sowieso, bij deze vis moest ik hem liken, want dat is ook mijn mooiste verhaal ever wat ik meegemaakt heb in mijn viscarrière. Dus duimpje omhoog. Duimpje omhoog, like, subscribe, abonneer. Je hebt gelijk ook, James. Oké, we gaan die Engels van Nappie even inblaffen. Gaan we de avond tegemoet en gaan we even genieten, hè, James? Ja, is goed. Cheers, mannen. Naar dat spraakstuk van daarnet. Maar hij moet even geblokt worden. Messi maakt ons trots, jongen. Zo. Fucking graaf, mannen.
Deze had ik dus niet zien aankomen, hè? Deze ligt op amper 1,5 meter. Wow, yo. Deze is mooi. Deze vind ik echt fucking gaaf. 38 graden buiten en een lekker visje vangen. Deze man. Loop ik met enthousiast, kom op. Oh, ik ook. Zo mooi. Hè? En we zijn er echt net, hè? En je hebt hier al 24 uur zitten blanken? Ja. Wow, yo. Uiteindelijk, ik wil eigenlijk juist hengels beginnen te verleggen. Messi, pak hem maar op, jongen. De kampioen, hè? Eerste maat. Eerste vis van de sessie. We gaan hier juist gaan voeren. Ik en de Milters. En Noppie heeft ons even op de lijn letten. Ja, ja, zeker, hè? En ik weet nog wel waar we de vorige keer op geëindigd waren. Jij had het er net al even over. Ja. Een stand van een mooie 2-2. België-Nederland. Uiteindelijk heeft België weer gescheurd. Klein beetje vals gespeeld, want Nederland was nog niet begonnen. Maar goed, hij is je gegund, jongen. Ik ben ook mega blij dat we de sessie zo hebben kunnen aftrappen. We gaan voor het donkere hengels nog inleggen. En dan kunnen we helemaal losgaan, jongens. Yes! Blij, hè? Ja, echt super tevreden mee. Echt waar. Heerlijk. Every sport has its own milestone, its own ultimate goal, a benchmark that separates people who enjoy their sport as a hobby and people who dedicate themselves to an addiction. For runners, it's completing a marathon in under 2 hours and 20 minutes. For a mountaineer, I guess it would be climbing Mount Everest. But what is the ultimate challenge for carp anglers? For myself and Mark Hoffman, it's the large expanses of wild public lakes throughout Europe, containing some of the most rare and sought after big carp in existence. These are the goals we aspire to achieve. Join us for the start of a new series, The Caesars Tackle the Biggest Lakes, the Biggest Challenges, in pursuit of the biggest carp. This is the pinnacle of carp fishing. The build up to this trip was immense. After all, for me, Lac du Deux is the ultimate European carp fishing, requiring a lot of coordination and preparation by us both to successfully tackle this huge 5,000 hectare super lake. For Mark, setting out from his home in Holland would only take a few hours, whereas for me, the journey would take 2 days and covering almost 2,000 kilometers to arrive at our final destination, Lac du Deux. Heading back to the campsite to meet up with the owner, we will be late for our rendezvous once again. No, wait. Nobody there. Okay, we made it. Camping is going up. And I hope we have enough place because we have 2 vans. And one's really big. And a huge boat. What do you think they're going to make of us cooking up particles and stuff? And I hope the camping is empty. Because yeah, otherwise for sure some complaints will come rolling in. Okay, super. Here we are in France on a cold October morning. We're really close to the famous Lac du Deux. I've never fished there really, but in the last couple of years, Lac du Deux turned into one of the craziest public venues in France. If you want to catch a 40 kilo carp, so 40 kilos, that's not 40 pounds, it's like 90 pounds almost.
And yeah, that's just, it's completely crazy. The stockwatch is in the lake now. So I got a little bit excited about the lake, but it's really hard to fish actually. So when Samir contacted me and said, okay, Mark, we have to tackle. Luck to there, we have to go there, end of October, big carp season. Yeah, I was in it right away. The hard thing about Luck to there is you have some night spots, you have to reserve them 1 year in advance. It's really hard to get a spot and it's not really our style of fishing. So there's another option, and that's fishing from a boat. And that's something we both never did. So it was a good idea to start with this on like a 5,000 hectare lake. I don't know how many acres, but it's huge. We both didn't have a boat, but we have some connections. So we managed to get a really nice aluminium boat, the Goose Cruise, it's called. We rented it from the Netherlands and we made a whole plan. The last weeks were just talking about it, fixing the bait, fixing the gear, fixing everything. It was quite a logistic challenge. Samir had to drive all the way from Spain. I think it's like 1,600 kilometers. For me, it's a little bit closer, fortunately. Yeah, but here we are. It's the start of the session. I'm really, really looking forward to it. I never fish with Samir together, but I know we have the same kind of style, of fishing. Just go for it, work hard, find the fish, and then hopefully start catching them. We're here on the camping, a nice chalet. We will prepare all the gear now, prepare bait, etc. And probably the first couple of days, we will be exploring the lake, finding spots, baiting spots, etc. Yeah, and then start fishing in a couple of days in the anticipation of a 40 kilo common. That will be nice. Let's go. Straight on the preparations. The well, first thing is work, I mean. Yeah, exactly. Mate. People always underestimate. Yeah. But that's the difference, mate, between catching big carp and, and just doing nothing, camping. If you want to get busy and work hard, then you can really, really achieve something. So we want to get our bait prepped really for later on. We have enough to last us maybe 2-3 days. So we want to get target nut soaking now. We're going to get some hemp soaking as well. And yeah, in a couple of days time, we cook it up and it should tie in just nice. My mum always said, fail to prepare and prepare to fail. Mate, how's the sleeping arrangements going, buddy? Do you want to show me your room? There are no bed sheets. It looks like somebody was killed here like last week. It's so disgusting, huh? Look, there's a pillow here. I don't want to touch it. Oh, mate. What is that? Yes. I won't complain. I will leave my clothes on tonight. I'm sure it's a bit warmer than if we would sleep outside. So I'm sure tomorrow we will be 100% fit. We will have a good night. Yeah. And be ready for the challenge. Yeah, absolutely, mate. Right, I'm going to get my head down in my van. And I'll see you in the morning, bro. Big up. Yes, KWO'ers. We zijn in Frankrijk. Moet je eens even kijken. Maar dit is niet mijn stek. Peter, mijn vismaat, die is hier gaan zitten. En ik zit een stukje verderop. En in deze sessie gaan we wintervissen. Het is eind januari. En ons doel is om 1 winterbak te vangen. 1 grote vis. 20 kilo plus. Ik durf geen gewichten te zeggen. Maar als dat lukt in de winter, dat zou bizar zijn. Ik zal jullie mijn stek eens laten zien. Dus kom even mee. Yes, Peter K. Hey, Wilke. Ja, je bent al helemaal nat. Hoe komt dat? Ja. Ik had mijn hengels ingelegd en binnen 10 minuten, we hadden een lintje. Yes, kijk eens. Vis nummer 1. Hey, dat is een mooi begin van de sessie. Heel goed. Ja. En het belooft wat voor de rest, want we hebben 4 dagen voor de boeg, 3 nachten. Maar hij voorspelt heel veel regen. Echt kut weer. Dus nu ziet het er nog mooi uit, maar we bereiden ons voor. We hebben ons warmtepak al aan. Ja, het blijft eind januari. Het kan alle kanten op. Ik denk niet dat we lang van het zonnetje kunnen gaan genieten. Maar die koude handen, die gaan we heel snel vergeten. Als we daar zo'n zwaargewicht mogen hebben, toch? Jawel, ik ga ze toch even opwarmen. Okay. Het idee van deze sessie is jullie laten zien wat we allemaal meemaken. Maar vooral jullie de 5 belangrijkste leerpunten die ik uit deze sessie heb geleerd. Meegeven, zodat jullie ook meer vissen kunnen gaan vangen in de winter. Want uiteindelijk... Het blijft winter, dus het is niet altijd even makkelijk, maar als je effectief vist, weet ik zeker dat jij, net als wij, ook vissen kunt vangen in de winterse omstandigheden
Dus stay tuned en hopelijk zien jullie snel bij de eerstvolgende vis. Hier staat allemaal bodemwier. En nu is die weer zuiver. Dus hier zie je een duidelijk harde, zuivere bodem. Dat was een dikke vis. Goh, een hele hoge vis. We gaan nu kijken of we meer kunnen vinden om de richt te droppen. Oh, weer mooi. Oh, allemaal vissen, zie je? Ik wil een geultje zien. Ja, ik heb hem gedropt. Kijk eens, hé. Daar heb ik hem gedropt. Precies waar die afloopt. Om die vissen heen. Lekker. Kijk, een rood foompje. Met 2-3 maden erop. En een knikje in de krimpkous. En dat zat muurvast. Zo, wat ik hier in mijn net heb zitten. Dat is echt bizar om de sessie te beginnen. Want wintervissen draait helemaal om locatie. Ik had de vissen mooi gevonden. Op de vissen boven gedropt. En hij liep niet af. Ik denk, hoe kan dat nou? Dus ik heb vanmorgen heb ik alles opnieuw uitgevaren. Wat denk je? Binnen een uur dit kanon in mijn net zitten. Dan moet je dit eens even zien. 24 kilo om de sessie mee te beginnen. Ik heb die tillen met mijn koude handen. Yes! Wat een beest! Zo! Dus na de knallende start van Peter ben ik nou ook los. En deze die gaan we weer terug in zijn vrijheid geven. Dan hoop ik dat we nog zo eentje mogen vangen. In ieder geval, mijn sessie is na de eerste vis al geslaagd. Zo, die is weg. Oh, koude handen. Maar die kleur, jongen, van die vis. Zo mooi tegen het rode aan. Ja, dit is waarom wij in de winter gaan vissen. Half januari en de sessie is nu al geslaagd. Nou jongens, goedemorgen. Dag nummer 4. Was een hectisch nachtje. Weinig echt grote vis, tot 18 nog wat. Moet hem nog even nawegen, maar mooie hoge dertiger. Die gaan we nu even op de film zetten. Ik heb even een kopje koffie gezet. Bas even alles aan het laden. En we gaan even kijken wat we vandaag gaan doen. We hebben nog een duikmomentje en we moeten even met de drone de school vis in de gaten houden. Toen we hier aankwamen was in dit gedeelte heel veel vis. Nou, je ziet nu wel dat we, weet ik veel, 40, 50 runs hebben gehad. En dat die vis gewoon opzij schuift. Dus we gaan nu een ander deel van het water opzoeken. Dus misschien zit er een verkastmomentje in, maar dat zullen we vanmiddag wel definitief een klap mee op de hamer geven. En dan, ja, maar eens even kijken wat we gaan doen. De rest van de dag, ik denk dat we weg gaan fikken. Het wordt gewoon fucking warm. Het is het nu al, dus ik hou mijn hart vast. Dus ik drink even mijn bakje koffie op. En gaan we eventjes de boel een beetje ordenen, visje op de foto zetten en dan gaan we maar weer even lay back, jongens. Gaan we even genieten, want het is wel weer een heerlijke vakantiedag. Nou jongens, het enige stukje schaduw opgezocht rondom de stek. En een hele mooie hoge dertiger. Mooie kleur, mooie bouw. Ook weer van die vinnetjes, heel typisch voor dit water. Maar we gaan nog maar één tikje groter. We geven het zo'n 24 uur denk ik nog. En dan gaan we verkassen. We weten nog niet waarheen, maar dat zien we dan wel. En we gaan gewoon lekker zo in het zonnetje liggen. Alle hengels liggen in. Deze krijgt zijn vrijheid weer terug. We hebben een paar hele mooie foto's geschoten. Heel blij mee. Het plannetje werkt. Top. Ja. Lekker dit. Yes, hij vloog er vandoor. En de derde goede vis. Prachtig beschip. Net boven de 20 kilo. En ja, super blij mee. Oh. Van zuurstof. Even eentje bij. En dan
gaan we denk ik verkassen. Zal ik hem je nog één keer laten zien? Jan? Heerlijk man, echt blij mee. Mijn sessie is sowieso geslaagd. Yo. Oké, goedemorgen jongens. Het is weer een uurtje later en Michiel's engel ging natuurlijk weer keihard af in het tunneltje. En we hopen natuurlijk dat dit de klapper gaat zijn van Michiel. De echte dikke klapper. We gaan het zien. Hoi, yo. Oh. Best van de wezel. Yes. Ga je hem even scheppen? Staat die accu aan, die GoPro? Ja. Ah! Kom aan. En? Zo gast. Yes! Oei. Dat is een lapper, jongen, hè? Zo! Geen buik, zegt hij. Hij is lekker. Is het misschien wel kant en weer 40, hè? Ja. Oh, dit is echt bruut. Ja, gozer. Luister. Dit is echt een tank, man. Jezus, Michiel, wat een bak. Ja, dit is wel echt een grote vis. En toen ik hem in het water zag, dacht ik, 11 kilo. Maximaal. Dus ik ging al wat harder drillen. Want ik denk, ik moet even zorgen dat hij snel in het net is. Kunnen we weer gaan slapen. Want het is nog maar 6:15, dus we hebben echt naar die schub van vannacht bijna niet geslapen. Maar ik denk dat het wel 40er is, want hij is mega breed, moet je zien. Ja, het is een beetje lastig te zien misschien, maar... Nee, zie je wel. Het is niet normaal, moet je zien. Moet je zien! Dat loopt tot aan hier. Tot aan hier, dus... Ja, ik denk dat hij wel... 21:08 is. Oh. Oké, boys en girls, we zijn weer op weg in de boot. Niet op de hengel uit te varen, dat heb ik net al gedaan, maar met het schepnet, want Wessel staat te drillen. Terwijl we de grote schub in de sling aan het doen waren, liep de overgebleven hengel bij de tunneltje liep af. Dus ik ben benieuwd wat het is. Laten we eens even kijken. Hoppa. Ja, mooie vis hoor. Lekker hoor. Yes. Oké, top. Ik kwam net bij de hengels en de middelste hengel was helemaal krom, maar die gaf geen enkele run. Dus ik dacht, oh, dat is een brasem. Michiel zegt, pak die hengel. Woep. Toch een karper weer. Ja, ja, snel hè. Mooi, dan gaan we het foto's maken en dan gaan we die van mij er eens bij pakken. Oh yeah. Ik kan me niet herinneren dat ik de afgelopen anderhalf jaar zo verrot ben geweest. Tijdens een sessie, want mensen, ik zie jouw handen trillen. Mm-hmm. Ik moet echt even wat eten voordat ik die grote vis kan tillen. Maar wat wel echt heel cool is, ja, ik had gisteren al wat verteld dat ik toch best wel hard gevist heb. En dat het dan nu allemaal zo samenvalt, is wel heel bijzonder. En ik ben ook blij dat Wessel erbij is, als ik dit in je eentje moet doen. Met die kadermuur op, af, dat is wel echt even pittig. Even deze opeten en dan gaan we echt de vis erbij pakken. Yes, KWO'ers. Hoe waanzinnig is dit? 22,2 kilo schubkarpergeweld van de rivier de Maas. Ja, als ik dit had... dit had ik niet durven dromen toen ik met Wessel wegreed vanuit Nederland. Ik heb natuurlijk inmiddels 17 nachtjes gevist op de Maas. En in de eerste nacht een grote vis gevangen. Toen dus 15 nachten niks. Gisterochtend weer een grote vis. En nu dan deze beuker. De allergrootste vis die ik... tot nu toe heb bezig te strikken. Toen ik hem in het water zag, dacht ik, 11 kilo of zo. Maar hij bleek toch ietsje groter te zijn. Maar dat soort verrassingen, die hebben we uiteraard hartstikke graag. Hij is extreem breed. Daar zit ook echt het gewicht achter de kop. Het is een hommer, het is een mannetjeskarper.
Hij loopt een klein beetje, Homer loopt er nog uit, dus hij is echt klaar om af te paaien. Ik zal de andere kant even laten zien van dit waanzinnige monster. Ja, ze zeggen wel eens, op het einde komt het altijd goed. Ja, dat blijkt dan ook toch vandaag ook maar weer. Ik had jullie nog een Q&A beloofd, een kleine vraag en antwoord. Maar ik denk best wel dat we die maar de volgende keer gaan doen, want we moeten naar huis. Om 3 uur moet ik bij mijn nieuwe woning zijn. Ik ga verhuizen in september. Dus zal het wat minder vissen worden. Maar als je zulke vissen in de pocket hebt, dan kun je even terugkijken op een geslaagd voorjaar. Ik ben trots, ik ben blij. En deze vis ga ik echt nooit vergeten. Fantastisch. We zullen nat worden, maar het was fantastisch. Zo ja, ik was er net voor gaan zitten. Onderlijntjes klaarmaken voor de nacht. En wat ik eigenlijk wilde vertellen is dat ik eigenlijk bijna zeker wist dat we wat gingen vangen nog. De dagvissers die zijn allemaal weg en in onze sector zien we steeds meer vissen draaien. Messi had een engeltje verlegd en ik heb echt alles opnieuw erin gelegd. En hij loopt al af jongens. We hadden net vuurkoffie aangedaan, dus die moet maar even wachten. Eerst lekker drillen. Hoppatee. Hij denkt dat het goed is. Pak hem op. Ja, hij zit er nu onderdoor. Wacht toch? Ik heb hem gewerkt, hoor. Maat, doe rustig, hè. Ja, lekker! Dit is een goede vis, hoor! Zo! Yes! Ja, dit is sowieso het cadeautje uitpakken! 100%! Hier is hem dan. Eerste drittiger van de sessie. En we zijn juist iets over de 24 uur bezig. We hebben nu 5 aanbeten gekregen in totaal. Dus de stip moet echt nog op gang komen. Het ziet er echt goed uit. Ja. Nou ja, ik en Appie hebben er niks aan toe te voegen, James. We vinden het alleen jammer dat jij weer voorsprong staat. Maar eerlijk is eerlijk. Het is ook wel weer mooi dat we dan zo'n mooie vis van de voerstek afkrijgen. Ik denk dat er wel meer in het verschiet gaat liggen. Ja, daar ben ik bijna zeker van. Wat een tank, joh. Echt klasse vis, maat. Nou, we gaan er zo'n mooi cadeautje uitpakken. Ah. Nou, ik neem het voor lief dat ik even uitgerookt word. Gaat Nappy nu vertellen wat er gaat gebeuren. Wat gaat gebeuren? Ja, we hebben dus een cadeautje van Michiel Pilaar. Voor Messi als hij een 30er zou vangen. En voor het eten is dat gelukt. We hebben even lekker gebarbecued net, hè? Ja. Lekker sperripie voor ons gemaakt. En nu klaar voor de volgende run. We gaan nog eventjes bij het vuur genieten. We willen nog even kijken hoe jij het cadeautje uit gaat pakken. Ja. Ja, nu zijn we benieuwd. Wat het is gaan worden. Heb je een vermoeden? Totaal niet eigenlijk. Oh. Een lekker Hollands pilsje. Lekker jongens, wij gaan nog eentje opentrekken. Bultus zit in een alcoholloze maand, of tot eind van het jaar zelfs. Maar goed, ik zal een uitzondering maken jongen. En toch, proosten we nog eentje? Ja, we gaan eentje proosten op Michiel. Hè. Of Bultus nu in zijn alcoholloze maand zit. Nee, als je doelstellingen hebt, dan hou je eraan bij de ring. En dan vannacht, jongens, zijn we terug, want we gaan er sowieso nog een bijvangen. Zo.
Ik zou zeggen, voor nu eventjes zo laten doen. Manana. Oh. Zullen we dan maar een hamburgertje eten? Ja, lijkt me een goed idee. Ja, zeg het maar, baas. Ja, jongens. Hoe we ervoor staan. Nou, die bus zit echt compleet ingegraven. Hoe we hieruit gaan komen is nog een beetje de vraag. Maar je weet het, hè, dat komt altijd goed. Daarnaast hebben we een hele mooie kachel bij me. Ossie, wat is er met de kachel? Ja, die gasfles is leeg. Gasfles is leeg, dus ongelooflijk. We hebben hem bij ons, maar hij doet het niet. Ja. Dan liggen wel de hengels op scherp. De camera beslaat. Startcamera? Nou, maar een beetje. Ja, zal ik even poetsen dan? Dan komt hij. Ja. Kan gewoon bij een Ossie-plan, Ossie-video. Hey, daar zijn we. Nee, daarnaast liggen wel echt de hengels liggen echt heel goed. Ja. Dus ik heb echt wat dat betreft mega veel vertrouwen. En ik denk ook dat jij mag hem afsluiten. Ja, ik mag hem afsluiten. Ja, weet je. Kijk, vaak als het moraal laag is, het regent. Oh ja, dat was ik al vergeten. Het regent al. Het regent, daar ben ik niet zo van. Het is natuurlijk best wel koud nog. Hengels liggen dan wel op scherp. En dan hoop je natuurlijk gewoon dat het vanavond gaat gebeuren. En uiteindelijk als maar shit is, dan wordt het uiteindelijk een keer goed. Want het kan niet alleen maar shit te gaan blijven gaan. Dus uiteindelijk komt er weer een positief moment. En dan denk je, yes, hier doe je het toch weer voor. Ja. Ja, klinkt mooi. Ja. Oké, slaap lekker, hè? Slaap lekker. Yo. Zo. Die ging weer even een beetje verloren. Ja, ging echt als de brandweer. Het is de linker hengel. Zelfde hengel waar ik zojuist al een hele mooie kop, nee, een barbil op ving. Dus hopelijk gaat alles goed. Hij zit nu een beetje in takjes. Oké. Nou, die barbil van net is Michiel natuurlijk nou op het water en hij zegt, het is groot en mooi. Zo, zo'n kick zijn. Kun je gewoon niet geloven. Ja, het is ongelooflijk. Ongelooflijk, maar waar. Het is dezelfde vis die Ossie had. Hoe lang geleden is dat? Drie dagen geleden. En je denkt nog van, ja, dat kan toch haast niet op een rivier kilometers groot. Ja, het is gewoon dezelfde. Exact dezelfde vis. Oké, nou goed jongens, mooie vis. En we gaan hem eens even erbij pakken. Zo, ja. Ja, dames en heren, kijk eens even. In de regen. Gelukkig heb ik mijn regenjasje aan. Ja, ik kan het nog steeds niet bevatten. Ja, gewoon dezelfde vis die Remy had. Maar ja, fantastisch mooie vis. Alleen, het is nog maar het begin van de nacht. Het liefst wil je natuurlijk zo'n vis als dit met daglicht op de foto zetten. Maar we kunnen het gewoon niet maken, joh. Dus we gaan hem terugzetten. Ja, ik ben wel gewoon hartstikke blij dat ik alsnog gewoon een riviervis van 35 pond heb gevangen die vol schub is. En ja, ik denk dat we dan maar gewoon een grotere erbij moeten vangen, Ossie. Ja, jongen, dit is... Ja, als dit een voorbode is voor vandaag, dan voor deze nacht. Het zou echt lijp zijn. Ja, het zou echt heel lijp zijn, ja. Hij mag zijn grote zusje even gaan halen. Ja. Oké. Okay. Nou, tot zometeen dan hopelijk. Wat is die... Kom, vanuit. Hoi, joh. Ah, yes. Dit is die. Oh, dit is lekker, hè. Draai. Wow. What the fuck? Wat deed die vis? Ja. Je gaf er even een snokkie aan. Ja. Oh, dit is een 40er sowieso. Ja. Ja, ja, ja. Ja, dit is het hele mooie grote vis. Tering, hé. Oh, shit. Ja, wat? The fuck? Nou ja, zeg. Ik zei toch dat het een dikke was? What the fuck, joh. Ja, Ossie. Ja. Het is echt niet normaal, hoor. Ja, het is echt een dikke vis. Hoe dik is deze? Ja, deze is echt heel dik. Kijk eens in de camera. Ja, dit is echt waanzinnig. Ik weet niet hoor, maar... Zo, ik denk dat we die cornerweegschaal eens even flink op zijn staart gaan trappen. Kijk maar, laat hem nog eens even zien.
Kijk die pants, jongen, eronder. Ja, hij is best dik, hoor. Ja, ik denk dat hij 23 kilo is. Dit is echt een hele grote rivierbeuker. Ja. Ja, ik zei het net ook al, het is niet mijn visserij. Dat gekut en die stroming en die chaos. Denk ik van ja, maar ja, als je nou toch kijkt wat je er in je net op zit. Ja. Oké, laten we toch maar een keertje uitvaren nog. Ja. Ja, dit is het dan toch wel weer waard, hè. Dat hebben we weer goed gedaan, man. Dat hebben we zeker goed gedaan. Last night has been a pretty incredible evening, to be honest, with a capture of not one big one, but two, with the smallest being 44 pound and the second one being 44 and a half. I'm absolutely over the moon. Two absolutely hard fighting, battle worthy commons that gave me a hell of a ruck out in the lake. And yeah, this trip is turning out to be pretty amazing. With four captures literally the day before and a big one on the first night, I couldn't be happier. I'm just hoping that this run of success is going to continue for my last night. But even if it doesn't, I'm going to be over the moon anyway. But anyway, that's enough waffle for me. It's time to go show you them carp. Yes, mate. What a lovely, lovely carp. Check that out. Hard fighting Orellana carp. This one gave me a hell of a battle this morning out in the boat at first light. Absolutely drilling me endlessly. Put up a hell of a scrap. And seeing his length from the size of his rudder, it's no surprise really, is it? Right, get this one slip back now. Show the other one a call. There we go. One last look at this hard fighting, awesome, awesome wild common. Exactly what this lake is all about. Beautiful colours on this one, wow. There we go. The first of last night's big captures. This one's been the slightly smaller one, an absolutely mean, lean fighting machine. Give an absolute hell of a scrap. I know I keep saying that, but these fish really do fight hard. A really, really, really cool coloured one with a big pronounced shoulders. It's just looked really cool. This session's been unbelievable, to be honest. Only three nights angling and three fish over 20 kilos. Couldn't be more pleased. Here's to the last night. One more look before we say goodbye. Hopefully tonight brings more of the same. And if not, I'll still be very, very happy, man. Yes. Hey, we have an beller. Messi? Ja, Michiel? Ja. Het is gebeurd! Ja! Wat is gebeurd? Tom vis aan het water op de kant. Nee joh! 29-8, pats! Wat? 29-8? 29-8, yes. Van welk water? Ja. Ja, en mijn andere hengel gaat ook. Oh. Hij gaat, ja, Michiel, ik heb moeten laten. Wat een kleren. Nee joh. Jeetje. Zomaar uit het niets, in één keer een aanbeet op leek 2. De eerste aanbeet. En ja, dit is wel karp hoor. We hadden juist nog maar onze eerste kop koffie in de hand. En Michiel lekker in de maling genomen. Maar echt wel nu vol vertrouwen dat eindelijk een hengel op het middelste water gaat.
Ja, en we doen echt mee in de puntjes. Dus we hoeven maar één goede vis te pakken, James. En dan staan we gewoon gelijk met Team Mike en Team Post. Jeppa! Doe die even. Yes! Lekker. Nummer 6. Hartstikke idee. Oké, we draaien even alle hengels binnen. Onze maat is al met wat brasemactiviteit is die al... Nou, ik ben er helemaal van ontdaan. Nou, als ik het iemand gun, is het Messi wel natuurlijk. Ja, daar gaan we dan. Ja, ik vind het wel mooi voor hem. Op naar Messi. En ja, we zeiden het net al. Het is nog niet voorbij, hè? Want als wij gewoon 2 25 kilo vissen vangen en 18 kilo... Dan komen we nog in de buurt. Komen we zeker nog gewoon in de buurt. Dus maar ik ben wel benieuwd. Het kan natuurlijk ook alsnog een grapje zijn, hè? Ja, dat zou ook nog kunnen. Ja, nou, hij was wel... Hij was wel heel blij, hoor. Die Messi, zeg maar, die acteert niet zo snel dat hij zo enthousiast is. Nee, hij is niet zo'n Amsterdamse loeder als Mike Tillum. Hey, vet nep. Lekker slapen, Biel? Ja, lekker geslapen. Waar is de grote meneer? Yes! Wat heb ik u verteld? We go for the winner, mat. Ja. Minder gaan we niet. Wat is er gebeurd? Ja, we hebben een van de topvissen gevangen. Wat zeg jij? 29,8. Echt, wat een bak, man. Echt. En ik was even met de pila aanbellen en dan vol fluiter. Yeah. Die ligt nog in de net. Ah, echt? Ja. Dat is even loeren. Misschien kan ik hem nog vrij laten. Oh, zo. Zo. Weet je zeker dat het misschien toch geen brazen is? Wow. Maar had jij de 19,8 of... Ja, ik had hem. Echt? Ja. Deze heeft Jeffrey net gevangen. Dus jij vangt 19,8 op Jeffrey zijn hengels? Ja. En hij vangt dit op jouw hengels? Prachtig, toch? Hoe lopen de KBO specials trouwens? Wat zeg je? Hoe lopen de KWO specials trouwens? Ja, ik ga toch maar gewoon denk ik alles... Op Eddie staat er. Oh, Eddie Sterks body special, jongens. Ah. Dat zijn ook geen Eddie Sterks body. Ja, daar met komt hij. Met Raf. Jij vist ook gewoon, Nino. Jij vist ook gewoon met maden en mais. Dat zijn geen Eddie bodies. Dit was weg. Martin, jij komt ook even 29 kilo kijken. Ja, het lijkt erop, hè? Ja, dit is niet deze vis, hè? Er liggen nog 2 slings verder. Nee, 29 kilo? 29 maat. Zou het zijn, toch? Ja. Yeah. Wat vinden we daarvan? Ja, helemaal kut. En denk jij? Ja, dankzij mijn maat, hè. Maar goed gedaan, teamwork. Zo, niet de grootste, wel een hele mooie. Doe je hem altijd meteen tegen je jas aan plakken? In de camera. Hij valt gewoon om. Hij gaat niet te tellen. Ja, hij heeft wel een willen. Hele mooie bouw, hè, jongens. Knallen, mooi visje. Ja, en is dit nou de vis? Jij vangt deze op Messi's hengels? Deze had ik op Messi's hengels. We doen gewoon run-on-run in de challenge. En wat vangt Messi op jouw hengels? Ja, dat gaat hij zo zelf laten zien. Wat een heikel. Nee hoor. Team is een team en we doen het samen. Nou, dat zijn mooie woorden. We maken ook de keuze samen. En je ziet, we hebben nu 6 visjes. 6 keer zoveel als jou eigenlijk. Hé, hey, bedankt hè. Maar we gaan hem terugzetten. We gaan hem zeker terugzetten. Dus je grootste vis is 31,4. En dus? Nee, in totaal in je leven? Ja. En dit is nummer 2 dan? Ja. Weet je het zeker? Hey, hey. Wat is het? Nou, eigenlijk... Hebben we u naar hier gelokt, vond ik je goed te kunnen. Michiel te fucken gewoon. Het is gelukt, hè? Ja, jongens, 29,8 kilo. Dat is toch wat, hè? Messi, hier haal je heel veel voldoening uit, denk ik, hè? Ja, echt waar. Hoe voelt het nou? Michiel is de persoon dat iedereen zit te jennen op het water en eindelijk teruggepakt. Ja. Ah, mooie vis, kilootje 15, 16. En Alex, voor ons weer gewoon toch een kans om gewoon toch aan te haken. Ja, we gaan gewoon aanhaken. Oh, dames en heren, yes.
vannacht helemaal niks gebeurd. En de klok is vandaag, vannacht, achteruit gegaan. En het is nu 7:30 nieuwe tijd. Ik lag nog lekker in mijn bed. En hij loopt gewoon af. Het is de linker hengel die ik helemaal in het hoekje had gelegd. Maar dit voelt wel echt goed. Het voelt best wel goed. Dus ik ben zeer benieuwd. Kom aan, mijn vriend. Yeah. Ja. Je vraagt je dan af. Zou het een 20 kilo vis zijn? Want daar zitten er toch wel een paar vissen van. En meestal als het niet los is. En dat is het absoluut niet. Wat er dan gevangen wordt zijn vaak de vissen die dan toch moeten eten. En dat zijn de grote vissen natuurlijk, omdat die meer verbranden. Spannend. Holy shit. Holy shit. Ja, dat is een grote vis. Yes. Ja, dit is wel een goede vis. Het is echt een hele mooie vis. Mijn vriend, dankeschön, dankeschön. We gaan hem snel naar de kant brengen en dan gaan we hem wegen en aan jullie laten zien. Do you know the fish? Yes, I know the fish. Is it old one? It's an old one and I have this for 3 years with 15 kilo. Oh, really? Wow. Yes. Wie viel? Ik denk 21. 21 pound 8, 9. Really? Yeah. Yes. Yes. Echt waar? Zo, super tol, super tol, geil. Yes jongens, yes. 21.8. Oh. Wauw, wauw, wauw. Kijk eens even hier jongens. Gisteren ving ik al een klein spiegeltje met super mooie schubben erop. Dat was een uitzetter. En dit is een vis van het oude bestand. Walter heeft hem een paar jaar geleden gevangen op 15, 16 kilo. En jetzt is er 21.8. Echt niet normaal. Hij is aan de andere kant rijden. Dat zal ik eerst eens even laten zien. Want wauw, dit is wel echt extreem mooi. Ja, kijk eens even hier jongens. Een soort halve rij is het. En dan met dit gewicht. Ja, is echt een van mijn allermooiste vissen die ik ooit... En dit, trouwens, dit is ook de grootste vis die ik in Oostenrijk gevangen heb. Dus dat maakt het extra speciaal. Ik had hem op 2 tijgenootjes hier zo links in de hoek, op een 3e hengel. En die hengel lag echt helemaal in de voet van het talud. Waar hij dus, ja, eigenlijk waar het platte gedeelte begint, op 3,8 meter. We gaan hem nu terugzetten, gaan we hengeltjes uitvaren, gaan we even ontbijten. En dan gaan we nog iets leuks doen. Ik heb namelijk een nieuwe dieptemeter bij. En dan gaan we daar eens eventjes kijken of we daar de vis mee kunnen gaan vinden. Want dat het nog niet los is, dat is helaas een feit. Maar deze is in de pocket. Yes! Het zit erop. Hopelijk hebben jullie genoten van deze marathon met de allerbeste karpenfilms die we in 2022 voor jullie gemaakt hebben. Wil je meer zien? We hebben zo'n 100 video's geplaatst in het jaar 2022. En dat maakt het totale aantal op ruim 750 topfilms die klaarstaan voor jullie op ons membership. Op de KWO Community droppen we dus wekelijks topcontent. Iedere woensdag een gave film en iedere zaterdag ofwel een leerzaam artikel of een how-to video. Ook organiseren we meermaals per jaar toffe winacties waarmee je mooie prijzen kan winnen. En we hebben een 20-tal partners die zich bij ons hebben aangesloten waar jij als KWO-member korting krijgt. Al met al, veel moois, veel content, veel mooie avonturen. En ik hoop dan ook dat jij je aansluit in het jaar 2023 bij de KWO-community. Bedankt voor het kijken naar deze video. Abonneer op het kanaal en ik zie jullie bij de volgende movie.